Hey, goed dat je er bent. Deze economievideo gaat over economische groei. Ik ga het hebben over het bruto binnenlands product, het reëel BBP per capita en de economische groei. Eerste vraagje. Wat versta je eigenlijk onder economische groei? Pauzeer de video, denk er even over na en schrijf je antwoord op. Ik kom er straks weer op terug. Als we gaan nadenken over economische groei, denken we in termen van BBP. Dat komt omdat BBP eigenlijk een best veelzijdige weergave is van economische activiteit. Omdat je hem op drie manieren kunt meten, namelijk met de objectieve methode. Dan kijk je naar toegevoegde waarde door alle bedrijven. Maar dat is gelijk aan de subjectieve methode, eigenlijk de bundeling van iedereens inkomen. Dat is weer gelijk aan de consumptie, de bestedingen. Wat geeft iedereen uit? Zo zie je dus dat het BBP eigenlijk een samenvatting is van heel veelzijdige en heel veel economische activiteiten. Veranderingen in het BBP zeggen dus dat de economie verandert. Het kan groeien of het kan krimpen. Maar voor we het kunnen doen willen we het BBP graag vergelijken met de prijzen. We willen er een reëel BBP van maken. En we willen het graag vergelijken met hoeveel mensen er in een land wonen. We willen het dus per capita of per hoofd van de bevolking doen. Nou, we gaan eventjes een rekensom maken. We nemen eerst het BBP. In het basisjaar was dat 250 miljard en dat is nu 800 miljard. Het prijspeil, of de verandering ervan, was in het basisjaar 100 en dit jaar is het 210. Dit is al in indexcijfers uitgedrukt. En de bevolkingsomvang was in het basisjaar 14 miljoen mensen en nu 17 miljoen. Laten we eens kijken hoe we nou van het BBP naar een reëel BBP gaan, door rekening te houden met de prijs. En daarna naar een BBP per capita, per hoofd van de bevolking. Nou, eerst wil ik het indexcijfer van de BBP nu weten. Dus ik wil eigenlijk de procentuele verandering hier tussen. Sterker nog, ik wil weten hoeveel procent is dit van dit zonder procentteken. Dat is eigenlijk een indexcijfer. Dus we delen ze door elkaar, keer 100. En krijgen dan indexcijfer 320. Dat nemen we mee. Dan gaan we nu een vergelijking maken met de prijsstijgingen, het prijspeil. Om er een reëel BBP van te maken. Nou, dat doen we als volgt. We delen die 320 door het indexcijfer van het prijspeil van nu, 210. En er komt een reëel BBP uit van 152,4 ten opzichte van het basisjaar 100. Dan gaan we het nu vergelijken met de bevolkingsomvang. Die was in het basisjaar 14, is nu 17. Die delen we door elkaar keer 100. Dus het indexcijfer daarvan is 121,4. De laatste berekening is nu die laatste twee uitkomsten door elkaar delen. Dan hebben we het indexcijfer van het reëel BBP per capita. Dus we zeggen 152,4 delen door 121,4. Daar komt uit een indexcijfer voor het reële BBP per capita van 125,5. Wat zegt dat dus? In normale nuchtere termen, ten opzichte van het jaar waarin we als eerst begonnen te meten, is het BBP met 25,5% gestegen. Als we rekening houden met het feit dat prijzen ook nog stijgen. En als we ook nog eens rekening houden met het feit dat de bevolking meegroeit. Dat zegt het. Als het prijspeil en het nominaal bruto binnenlands product dezelfde groei doormaken, dan is er geen sprake van economische groei. Is het juist of is het onjuist? Pauzeer de video, denk er even over na en schrijf je antwoord op. Het is onjuist. Het hangt namelijk ook nog af van de bevolkingsomvang. Als de prijzen en het BBP even hard stijgen qua indexcijfer, dan komt die deling, dus die tweede, eerste deling, komt op 1 uit. Maar dan hangt het nog af van de bevolking. Als er bevolkingsgroei is, dan heb je juist een afname van het reëel BBP per capita. Maar als er bevolkingskrimp is, dan hebben we, ook al is de eerste deling 1, alsnog een groei van het reëel BBP per capita. Dan gaan we daar even naar kijken, want waar wordt het nou door beïnvloed? We kunnen het berekenen. Vanaf een BBP kunnen we met prijsveranderingen en met bevolkingsveranderingen hierop komen. Maar het heeft allemaal invloedsfactoren om zich heen die daar weer veranderingen kunnen brengen. Zo zou je kunnen zeggen dat landen met een goede voedsel- en watervoorziening vaak een hoger BBP per capita hebben. Dit geldt ook voor landen met een goed werkend onderwijssysteem, een netjes zorgstelsel, een goed financieel stelsel. Er kan dus makkelijk geld geleend worden en er is betrouwbaar geld beschikbaar. Een werkend rechtssysteem, een democratisch rechtssysteem en goed werkende infrastructuur, zoals bruggen, wegen, etc.
Je zou nog meer factoren kunnen bedenken, maar dit zijn best wel voor de hand liggende en grote factoren. En ja, als landen deze vaak beter op orde hebben, dan zul je zien dat een land ook een hoger reëel bbp per capita heeft en daarmee ook betere economische groei kan doormaken. Wat versta je onder economische groei? Dat was de beginvraag. Probeer nu je antwoord van het begin ook aan te vullen met de drie kernbegrippen uit deze video, om een mooie samenvatting van het geheel te maken. We hebben het gehad over het bruto binnenlands product, het reëel bbp per capita en economische groei. Je weet wat we onder het bruto binnenlands product verstaan. Je kunt nu het reëel bbp per capita berekenen en je kunt de economische groei ook berekenen. Als je hier iets van geleerd hebt, abonneer dan op mijn kanaal. En kijk vooral ook even op mijn Instagram en Facebook, @meesterpatrickeconomie. Bedankt voor het kijken, doei!